Dames en heren, David Hasselhoff. Grapje. Hoi en tof dat je er bent. Deze keer vanuit de City of Dreams, de City of Angels en het hart van de entertainmentindustrie. Welkom in Amerika, dit is Los Angeles. Een mega grote stad aan de westkust van Amerika, ongeveer een uur vliegen van San Francisco. En een groot verschil met San Francisco is dat je hier echt een auto nodig hebt. Alles ligt best ver uit elkaar en in sommige buurten is het zelfs zo dat je niet eens over straat mag lopen. De plek waar het allemaal begon is downtown Los Angeles. Er is één belangrijke straat en dat is Olvera Street. Tegenwoordig wel een toeristische trekpleister, kijk maar. Maar als je er overheen loopt, lijkt het wel alsof je in Mexico bent. Downtown was een plek waar je jarenlang niet moest komen. Het was vervallen, er was veel criminaliteit, etc. etc. Tegenwoordig is dat een stuk verbeterd door de komst van nieuwe restaurants en winkels. Mijn advies is om er gewoon een middag doorheen te lopen, te genieten van alle indrukken en niet schrikken, want soms kom je dit soort types tegen. Hier in downtown heb je ook Union Station, een station dat je misschien kan kennen. Het is namelijk gebruikt in meer dan 30 films, bijvoorbeeld Blade Runner en Pearl Harbor. En ga je iets zuidelijker zo'n 10 minuten lopen, dan zit je in Little Tokyo. Inderdaad, Little, heel klein, het zijn maar 3 straten. Maar leuk om even gezien te hebben of misschien wat te eten. Haven't felt for so long. Took a hold on me and won't let go. I've been sleeping, caught me off my guard. 'Cause you're in my space and now I'm so. En geld moet rollen. Dit is de wijk waar iedereen met een zonnebril oploopt of rijdt. Dit is in Beverly Hills Rodeo Drive, de straat met de duurste winkels van de stad. En het gebied beperkt zich trouwens maar tot 3 straten. Leuk om even mee te pakken, ook al geef je geen cent uit. And I feel like it's a beautiful collection of brands and designers and a wonderful spot for tourists. Oh ja, en een tipje van mij. Echt 2 straten hierachter zit een gewone woonwijk. Nou, noem het gewoon. Heel mooi om te zien vanwege de huizen en de bomen. En wat je ook vindt in downtown Los Angeles is het Arts District. Ja, ik vind het fantastisch. Ik vermaak me hier wel met deze prachtige street art. Amerika zou Amerika niet zijn als ze niet overal een attractie over de top van maken. Zoals deze Skyspace, een hoge toren met van de 70ste naar de 69ste etage een glazen glijbaan. Dat is nog eens een leuke attractie. Goed, behalve als je hoogtevrees hebt. Grenzen moeten verlegd worden, dus ik ga het wel doen. En als je hier toch bent, pak dan gelijk deze mooie uitzichtpunten mee. En je kunt hier op de foto als een echte angel. En valt het je een beetje tegen, dan heb ik ook deze nog, Angels Flight. Ja, dit is echt helemaal over de top hoor. En de speeltuin is zelfs leuker. Dit is een treintje wat op en neer gaat, 1 blok voor $1. Veel plezier. Het is een plek met eigenlijk altijd mooi weer. 20 tot 28 graden gemiddeld, de zon erbij. Nou, wat willen mensen nog meer? Veel Amerikanen komen hier zelf ook op vakantie en die gaan naar Santa Monica Beach. En typisch Amerikaans is ook dat ze de pier hebben omgebouwd tot een compleet pretpark. En je kunt hier een paar keer je maag omdraaien in deze achtbaan. Wat eten of drinken, dansen. En wat ik zag, op sommige punten kun je jezelf gratis insmeren met zonnebrand. Altijd handig. Ga je iets zuidelijker, dan kom je op Venice Beach. Het is een plek waarvan iedereen zegt, dat moet je een keer gezien hebben. En dat blijkt ook wel aan de hoeveelheid toeristen die hier rondlopen. Veel zwervers trouwens ook. En deze mannen, die behoorlijk goed bezig zijn. Niet verkeerd, toch? Het hart van de entertainmentindustrie in de wereld vind je hier in Los Angeles. En om dat een beetje te voelen hebben ze deze toeristische trekpleister, de Walk of Fame, niet te missen. Kijk maar naar de hoeveelheid mensen hier. En de grootste artiesten hebben een eigen ster op de grond. Kun je leuk overheen lopen of ordinair een foto mee maken. Het is een beetje awkward misschien, maar ja, iedereen doet het. Dit is de plek waar elk jaar de Oscars worden uitgereikt in het Dolby Theater. En misschien heb je het wel eens gezien. Het ziet er spectaculair, mooi, strak, echt Amerikaans uit. Maar in werkelijkheid is het gewoon in een winkelcentrum. En wat ze met de Oscars doen is een rode loper uitleggen en de winkels die aan de zijkant zitten gewoon dicht doen en afplakken. En de bekendste straat in West Hollywood is de Sunset Strip, het gedeelte van de Sunset Boulevard. Hier zou je de meest bekende mensen moeten kunnen spotten. Ik heb ze zelf niet gezien, maar misschien dat jij wat meer geluk hebt. En dit gebied heeft een lange historie, want vroeger mocht er namelijk niet gegokt worden in de stad. En deze straat viel net buiten het centrum, dus iedereen kwam hier zijn geluk beproeven. Alleen een gokvibe, ik voel hem niet echt. Voor mij is het gewoon meer een hippe wijk tegenwoordig. Een compleet andere vibe krijg je hier achterin West Hollywood. Het gebied van gezelligheid en gelijkheid. Iedereen kan hier zichzelf zijn. Overdag is het een beetje uitgestorven, maar 's avonds kan je hier goed losgaan. Oh ja, en ze noemen het ook wel WeHo, eigenlijk een andere naam voor Soho. Nou, persoonlijk een van mijn favorieten is deze plek, de Griffith Observatory op de Mount Hollywood. Hier heb je echt een prachtig uitzicht over Los Angeles. En het was ooit een geschenk van een oude mijnmagnaat. Hij heet meneer Griffith, je kon het invullen. En hij zei ooit dat het altijd gratis toegankelijk moet blijven. En dat is nog steeds zo. Alleen het parkeren, dat is duur. $6 per uur. En dat rijmt. Een stad met veel gezichten, van arm naar rijk. Het kan zo zijn dat je door een wijk rijdt die best goed is en 2 minuten later door een wijk waar de mensen zelfs op straat wonen. Het komt hier letterlijk samen. Vond je deze video leuk? Geef dan een duimpje omhoog, dankjewel. En wil je niks missen van mijn andere reizen, abonneer je dan op mijn YouTube-kanaal. Dat is helemaal gratis en verrijkt bovendien je kijk op de wereld. Tot ziens, ciao, hasta luego.